Het is vrijdag 17 maart en dat betekent dat het Grand Prix weekend in Saoedi-Arabië in Jeddah officieel is losgebarsten. En ik ga je bijpraten over de vrijdag. De eerste vrije training in Saoedi-Arabië op het Street Circuit in Jeddah hebben we gehad. We gaan live naar Aaron Dekkers. Die is momenteel in Jeddah in het paddock. Je hoort nog wat ruis op de achtergrond omdat net de kwalificatie bij de Formule 2 afgelopen is. Laten we maar even meteen beginnen. Wat viel jou op bij de eerste vrije training met de topteams? Goedemiddag, ja inderdaad, hier vanuit Jeddah waar we met twee man sterk vanuit Racing News 365 aanwezig zijn. Dieter Renken natuurlijk als altijd, hij is op dit moment in de persconferentie bezig. Daarover lezen jullie dadelijk natuurlijk ook alles terug op de website, de persconferentie van de teambaas wel te verstaan. Ja, wat viel mij op? Goede vraag Joris. Ik denk dat het vooral opviel dat Red Bull wederom extreem snel was. Misschien was dat niet zo'n grote verrassing. Gisteren hebben we het ook aangegeven eigenlijk dat de rest van het veld het eigenlijk al een beetje lijkt op te hebben gegeven. Dat ze echt zoiets hebben van, oké, Red Bull is gewoon te ver weg dit jaar. En zelfs op een ander circuit, wat dit natuurlijk wel is, Jeddah, als we het vergelijken met Bahrein, dan zie je dat er niet veel vertrouwen is. Red Bull dus meteen snel, maar daarachter Aston Martin, 3 en 4. Lance Stroll, ook heel snel. Zijn polsen zullen ongetwijfeld wat beter aanvoelen dan in Bahrein. En hij was ook meteen snel. Dat zegt denk ik ook wel veel dat ze derde en vierde staan over die Aston Martin. Die bolide is echt gewoon heel goed. Ik weet dat Fernando Alonso gisteren nog in de mediasessie tegenover ons onder andere aangaf. Ja, zijn we hier wel zo snel? Iedereen probeert ons in die rol te drukken. Ik weet het allemaal niet. We zullen het wel zien. Hij wilde juist over de toekomst spreken. Daarin zegt hij wel dat Aston Martin een grote rol zal gaan vervullen. Maar hij dacht dat het op dit circuit nog niet zo eruit zal gaan komen. Kijken we naar die eerste vrije training. Staan ze er heel goed voor. Een eerste vrije training is een eerste vrije training, ga jij natuurlijk zeggen. Van hoeveel zegt dat nu? Ja, dan is het natuurlijk toch wel het feit dat ze een seconde sneller zijn dan vorig jaar in de vrije training. In de eerste vrije training. Dan hebben we het over Red Bull. Dus de snelste coureur is sneller dan Leclerc die vorig jaar als eerste was in de vrije training. Dat is al een seconde. Dus dat zegt toch wel dat ze al aardig doorrijden. Ook hier op de vrijdag. Dus ja, voor mij een verrassing. Aston Martin die meteen opvielen. Er gaan natuurlijk nu ook verhalen eronder dat teams zoals Red Bull, Ferrari en Mercedes ook al updates mee hebben genomen naar dit circuit. Alleen moeten we wel even een kleine disclaimer bij. Het zijn niet updates als een hele nieuwe vloer of aerodynamische verandering. Het heeft puur te maken met het circuit zelf, toch? Ja, dat klopt inderdaad. De meeste veranderingen die de teams op dit moment doorbrengen, wat ze ook van tevoren moeten communiceren, zijn inderdaad wat veranderingen die wat meer op het circuit zijn gericht. Je wil hier natuurlijk met iets minder downforce rijden en juist meer topsnelheid. Dus daar zijn de verrassingen, vooral op de vleugels zijn de aanpassingen gemaakt. Wat je wel aangaf, en dat klopt bij Ferrari, wel een kleine aanpassing van de vloer. Die lijkt wel voor de rest van het seizoen te zijn. Daar zou Paolo Filicetti, onze technische man, meer uitleg over geven op de website in geschreven tekst deze dagen. Zou je kunnen zeggen dat Verstappen weer helemaal beter is? Was natuurlijk gisteren een beetje paniek in Max Verstappenland, want hij kwam niet opdagen bij de mediasessies, daglanger thuis, flink ziek geweest. Maar ik denk dat hij weer helemaal de oude is. Ja, inderdaad. We hebben hem nog niet gesproken. Maar het zag er inderdaad naar uit, zoals we zijn bericht ook lazen, dat hij juist de dagen van tevoren wat zieker was, gisteren al in de betere hand was. Ja, en vandaag dus helemaal fit. Hij ziet er gewoon helemaal fit uit, dus hij zal ongetwijfeld klaar zijn om hier te schitteren. Maar ja, wat we eigenlijk al met Lance Stroll zien, hè, als de coureurs ook niet helemaal fit zijn, dan gaan ze er alsnog volle bak voor. Dus wat dat betreft zal hij hoe dan ook gewoon dit weekend in de auto kruipen. Andere nieuws wat vandaag de vrijdag een beetje de Formule 1 wereld beïnvloedde, was Max Verstappen kan het nog net wat rustiger aan gaan doen. Want de track walk die ze eigenlijk deden op de step, op de fiets, op het paard, hoe dan ook, mag ook niet meer. Weet je waar dat eigenlijk vandaan komt in één keer? Ja, de enige reden die we hier in het paddock kunnen bedenken, je spreekt er natuurlijk met verschillende mensen ook over van verschillende teams. Ja, dan denken ze toch wel dat de trackwalk, zeg maar, de trackwalk moet blijven. Dus dat vooral de F1 in dit geval hoopt dat coureurs toch weer gaan wandelen. Maar ja, dat heeft dus het verkeerde effect wat ze nu invoeren. Want Leclerc geeft al aan, nou, dan doe ik het eigenlijk helemaal niet meer. Dus wat dat betreft zit het niet helemaal lekker wat ze willen doen. Maar waarschijnlijk willen ze gewoon een moment hebben waarop de coureurs lopen. Dus echt wandelen. Dat fotografen, video's, de tijd hebben om het in beeld te brengen. Het lijkt een beetje op die tour te zijn. Zeg maar een beetje de Amerikaanse tour wat dat betreft. Waar alles natuurlijk open moet zijn en zoveel mogelijk media aandacht. Dat is eigenlijk de enige reden die de teams op kunnen bedenken. Maar of het dus het juiste effect gaat hebben, dat weten we niet. Misschien is het wel de eerste stap naar de richting dat ze zullen zeggen, het is nu vanaf nu verplicht
om te gaan wandelen. Dus dat je het echt moet gaan doen, dat een trackwalk verplicht wordt. We weten natuurlijk allemaal dat Max Verstappen bijvoorbeeld eigenlijk zelden trackwalk doet. Dus misschien dat ze wel dadelijk gaan verplichten de coureurs. Je weet het nooit in de Formule 1, maar dat is eigenlijk de enige reden die hier op het gerucht dat hier rondgaat in de paddock. Nou, je kan wel zeggen, ze doen ongeveer 1 minuut 30 over een rondje Jeddah. Als ze die moeten gaan lopen, zijn ze toch gauw een dik uurtje bezig. Volgens mij, wat is het? 7,004? Ja. Nee, 7,004. Dat is de langste. Dat is Spa. En daarna komt inderdaad nu Jeddah. Dan nog ander belangrijk nieuws. Ik denk niet, maar heb jij ergens Angela Cullen gespot vandaag? Nee, inderdaad. Dat zeg je heel goed. Die was er vandaag niet bij. Dat viel ons meteen op. Toen zijn we meteen aan de slag gegaan. En niet veel daarna kwam inderdaad Mercedes al met een statement. Lewis Hamilton moet ik natuurlijk zeggen. Met een statement dat zij er niet bij is dit weekend. Ja, ook daar is het weer een beetje gissen. Ze zeggen beide eigenlijk dat zij een andere toekomst voor ogen heeft. In de zin van dat ze een andere uitdaging heeft. Kan natuurlijk dat zijn. Maar ja, ik vind het wel een beetje opvallend persoonlijk dat het zeg maar tussen de eerste en de tweede race van het seizoen is. Je zou zeggen dat het dan al vooraan van gebeurt. We hebben ook geen vervanger gezien. Anders kon je natuurlijk nog zeggen, misschien is die ingewerkt tijdens de testdagen en tijdens de eerste race. Ja, we zullen er snel meer over weten. Iedereen zal er zeker opduiken. En misschien zal Lewis Hamilton ook meer duidelijkheid geven. Maar het is wel opvallend. Ze werken lang met elkaar samen. En zij is natuurlijk... 7 jaar. Ja, en ik hoef jou niet uit te leggen inderdaad, dat ze ook op social media natuurlijk zeer bekend was. Iedereen kent Lewis Hamilton, maar ook veel fans die haar goed kennen. Ze was echt iemand in de paddock, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft viel het ook meteen op dat ze er niet bij was. En wat ik al zeg, ik denk wel dat mensen zullen gaan uitzoeken, journalisten. En wij natuurlijk ook, we zullen aan Lewis vragen van of er misschien meer valt te zeggen. We hopen natuurlijk niet dat er iets is voorgevallen. Maar het blijft een raar moment dat het tussen de eerste en tweede race in het seizoen is. Denk je dat dit Lewis Hamilton persoonlijk gaat raken? Want hij heeft natuurlijk, soms kunnen zeggen, ja, Lewis Hamilton, je kan er wat van vinden, is natuurlijk een topman. Maar hij had ontzettend veel steun aan Angela. Het was een fysiotherapeute, zijn personal planner, ging overal natuurlijk mee. Gewoon ja, echt de schaduw van Hamilton. Denk je dat deze klap hard aankomt bij de zevenvoudige wereldkampioen? Ja, ik denk het wel. Ook als je zag met die Black Lives Matter natuurlijk. In New York dacht ik dat het was. Dat ze daar ook samen stonden. Dus je kunt toch wel spreken denk ik over een heel sterke vriendschap. En ik denk zeker voor coureurs en de paddock dat het toch wel nodig is dat je juist vertrouwelingen dichtbij je hebt. Dus wat dat betreft denk ik dat je goed punt aanhaakt door te zeggen dat het toch wel een klap is. Het is toch wel een groot verschil, dat zonder meer. Dus ik ben benieuwd of er ook een vervanger komt of dat ze die al in het klaarstomen zijn of al hebben klaargestoomd. Dat is wel interessant om te zien, want ja zeker, het is echt wel een vertrouwenspersoon die dan in één keer weg is. Ik hoor achter jou de motoren weer gestart worden. De actie op de baan gaat verder. Dan gaan wij deze video afronden. Aaron, thanks voor je tijd vanuit Saoedi-Arabië in Jeddah vanaf de paddock. Jullie bedankt voor het kijken van deze video. Veel meer nieuws, onder andere over Lewis Hamilton, Angela Cullen, Fernando Alonso of Nyck de Vries en Max Verstappen lees je natuurlijk op racingnews365.nl. En wij zijn snel weer terug met een nieuwe video. Aaron, dankjewel. Dankjewel, doei.